Ik ben nu inmiddels aangekomen bij Couchsurfer. Dus say hi. Hi. En we zijn eigenlijk op zoek naar een 4x4, want we gaan de berg op. We gaan naar Marjolis, al gym. We zijn nu bij Bhima. Maar Bhima wordt ook wel Hoya Najim genoemd. Dat betekent vallende ster. Ze vroeger geloofden ze dat er een vallende ster was. Ik kwam hier en die maakte dit. En kijk, ik weet niet of je het echt kan zien op de camera, maar in het echt, is het echt prachtig. Het is blauw, het is groen eerder. Het is echt heel mooi. Ik ga zo meteen een duik nemen. En nu is er eigenlijk een ander verhaal, dat moet ik nog even uitzoeken. Maar ik vond het verhaal van de vallende ster wel erg mooi. Dit was even een omkleedpartij in de wc, want ik wil natuurlijk het water in. En ik moet eigenlijk plassen, maar ja, je weet het, laat maar even. Misschien doe ik het wel gewoon in het water. Leuk zo vlog om te vertellen. Maar ik had hier niet zo'n zin in, nog niet. Hierna douchen gaat niet. Hierna is het campinglife, gaat dan echt beginnen. Want douchen dan maar in het water, hè? Nou, je ziet, het is echt, ik heb geluk, ik heb het net weer gehoord, want er is helemaal niemand. Dat is nooit dus zo. Ik bedoel, kan je je voorstellen in andere landen dat dit gewoon helemaal vol is met toeristen en gewoon niemand te zien. No one. Kijk, er zitten hier visjes. Ik weet echt niet of die te zien zijn. Maar dit zijn van die visjes, de cleaning fish. That's how they call them, hè? Huh? Yeah. Nou, hier gaan sommigen dus vanaf springen. Ik had eigenlijk ook wel zin. En dus is hier ergens een touw helemaal aan het einde. Dan kan je klimmen. Nou ja, we gaan zien. Let's jump! Nu eten die visjes. Prik. Nou, dat is ook weer schone voeten. Ik had nog een pedicure nodig. En nou, dat heb ik nog weer gedaan. Makkelijk! Dus ja, mijn hele lichaam eigenlijk. Maar goed, het was wel echt lekker. En we zijn weer helemaal schoon. En we gaan nu weer door. Oké. Okay. Ja, het staat er. With my hand? Mm-hmm. Really? Ja. Yeah. Really doesn't in my hand? Oké. Bye. Masai Noor. Goedenavond. We zijn nu in Wadi Bani Khalid. En hierachter laat ik even zien waar we dus zijn. Heel leuk, je kan hier zwemmen, maar niemand zwemt nu meer. En ik ook niet. De zon gaat bijna onder. En ik ben nog op zoek naar mijn plek om te slapen. Dus we gaan eens even verder rijden en weer zoeken. Hoi. We zijn aangekomen in de desert. En ja, een beetje laat, zoals altijd. Dus ik ga proberen dan de tent op te zetten in het donker. Met het licht van de auto's. En ik zal even laten zien waar je dan bijvoorbeeld kan kamperen. Hier achter mij. Ja, nou, ik zeg succes. En de tent staat er. Hierachter zijn blijkbaar kamelen. Geen idee. Ik dacht, hé, wat een rare voetstappen. En toen dacht ik, zijn rond olifanten? Nou, lijkt me niet. Dus gaan kijken, kamelen. Nou, af en toe hoor je een auto voorbij komen en die zoeft weer weg. Want ja, ik ben natuurlijk niet met een 4-wheel drive, maar we zijn met een gewone auto door de desert. Hé, hey, dat gebeurt dus soms. De sterren hebben we gezien. Oh ja, dat moet ik nog zeggen. Er was een of andere mooi iets ster. Het was geen ster, het was geen vallende ster, het was geen meteoriet. Ik heb geen idee. Het was een soort van cloud, een of andere wolk in een V-vorm. En ik dacht, nou, misschien staat daar iemand met een flashlight, maar nee. En die heb ik dus helemaal gevolgd. En daarna verdween die op een gegeven moment, maar het was echt bijzonder. Ik ga nog uitzoeken wat dat was. Maar ik hoorde dat in Oman heel veel asteroids zijn die dus allemaal hier vallen. En mensen die verzamelen die de zwarte stenen. Dus we gaan morgen op zoek en kijken waar ik ben beland, want ik heb helemaal geen flauw idee. Early morning, rise and shine. Net zonsopgang bekeken, maar hier in de duinen komen ze natuurlijk wat later op. Dus dat had weinig nut. Lekker geslapen, gelukkig een slaapzak. En ontbijt zijn weer de nootjes en rambutan, waarom niet? Nou, de auto staat er ook nog. Ik ga even de auto laten zien. Dit zijn dus de kamelenfarm.
Ongelooflijk dat we dan precies hier gaan slapen. Oké, en dat hoorde ik dus de hele nacht. Nou, dan word je dus wakker op deze manier. Zonsopgang en een dromedaris, wel doet hij. Kameel, zogenaamd, zeggen ze hier in je nek. Ja, yeah, of course. Oh, no! Really? Kidding me. Come on, spit it out. I don't have any other option. No, I didn't. Ik heb net begrepen dat ik zo meteen kameel ga eten. Ik ga even het bordje laten zien hier bij dit restaurant. Ik heb net van kamelen gezien, dus ik heb er eentje meegenomen. Het is een babytje en die ga ik dus ook slachten. Is net geslacht. En dan gaan we even kijken naar het bordje waar dus staat, waarvan ik vroeg wat betekent dat? Ze zitten allemaal te kijken, maar ja, ze zijn niet zo gewend. Hier staat dus kameel, biryani met kameel, jong kameel. Een jong kameeltje is veel lekkerder. Het gaat hier altijd per leeftijd, dus van zo oud tot zo oud heeft een bepaalde naam. Zo oud tot zo oud weer, dus deze moet heel lekker zijn. En dan de binnenkant van een couchsurfhuis in Oman. De woonkamer, ik bedoel, ik heb wel leuk hotels laten zien, maar ik bedacht dat het ook wel leuk was om dan de woonkamer te laten zien. En ik slaap hieronder. Dan hebben jullie ook een idee. Yay! Dit is het jong kameeltje met mutabel in plaats van hummus. Veel lekkerder. En verse, ik denk, mango sap. En wat nog meer? En kipsalade en dit is gewoon een heel brood. Kijk eens hoeveel en serieus, hij denkt dat ik dat allemaal op kan en ik eet niet eens brood. Even kijken. Wow. Maar dit, gewoon een kameel. Ik ben echt zo benieuwd. Ik ga eens proberen, kijken hoe het smaakt. Kameel. Het echt lekker. Het smaakt een beetje naar koe, maar ook weer niet. Ook niet naar lam. Misschien een beetje geit. Geit en koe gemixt. Het is echt super lekker, geloof me.